Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Mijn naam is Brigitta en je kijkt naar mijn wekelijkse Craft Mix video. Korte video vandaag, ik heb niet zoveel gekocht deze week. Ik ben bij de Action geweest en bij de Xenos. En ik kan jullie één kaart laten zien die ik heb gemaakt voor een challenge op Facebook bij Noor en Zo. Maar we starten met een heel leuk ding wat ik vond bij de Action. En wat ik niet kon laten liggen, bij de weekactie zag ik de Picture Perfect Photo Studio. Ik heb hem al uitgepakt en uitgeprobeerd. Nu ik het plaatje goed bekijk, heb ik hem niet helemaal juist gebruikt. Maar je kon toch al goed zien dat het wel werkte. Het is te groot om hier op camera te laten zien. Dus ik zal een foto in de video plakken waarop ik laat zien hoe die eruit ziet. En een foto die ik heb gemaakt van een kaart in de studio. Maar hier op de verpakking kun je al het een en ander zien. Dit is helemaal van kunststof. Je zet het in elkaar, zoals je hier kunt zien, door middel van drukkers. Dus je kunt het hier helemaal opvouwen. En dan kan het in de draagtas die erbij zit. Die kun je hier zien. Je krijgt 3 achtergrondjes. Alleen groen heb ik niet. Bij mij is het zwart, wit en rood. Dit is de LED-strip. Die zit dus al in de fotostudio. En je krijgt er een USB-kabeltje bij. Want daar moet de verlichting mee aan. Eén nadeel, deze USB-kabel is niet zo lang. Ik zal het laten zien. En voor mij was het niet zo handig, want ik moet er dus wel dan nog een verlengsnoer op bij gebruiken. Wil ik het hier op mijn bureau kunnen zetten. Dus dit is de kabel die erbij zit. Dus ja, het is niet extreem lang. En deze gaat dus rechtstreeks in het LED-stripje. Dit gaat in een USB-ontvanger en dan in het stopcontact. Maar hij werkt wel prima. Je hebt natuurlijk mooi licht, mooie witte achtergrond. Dus ik vond, ja, ik ben er wel echt blij mee. Echt wel een leuk ding. En hij was nu voor, ik geloof, €7,95. Dus ik was een mooie prijs om het uit te proberen. Dus dat is deze. Verder zag ik, en die had ik nooit eerder gezien, deze waxpennen. Ik weet dus niet hoe lang ze al hebben. Maar voor mij waren ze nieuw. En ik denk, nou, dat is wel echt een leuk werkje om te doen zo voor de kerst of voor de feestdagen. En ik denk erover om het uit te proberen. En dan is het misschien ook wel leuk om te doen met mijn YouTube meiden. Die in november bij mij komen een dagje met Crafty Sissies. En kijk, van dichtbij kun je het een beetje zien op het plaatje. Je kunt er dus kaarsen mee versieren. En ja, een beetje voor de hand liggend is natuurlijk een heel mooi dotjespatroon. En ik denk dat ik dat ook ga proberen. Ja, ik neem gelijk alle 3 de doosjes mee, want ze waren niet zo duur. En dan heb ik alle kleuren die er zijn en die wil ik binnenkort gaan uitproberen om te kijken of het leuk is om te doen. En of het een beetje een leuk effect geeft. Dus ja, dat was dat. En voor de rest kocht ik alleen nog deze houten hangers. De verpakking is er al af, want ik heb er al een paar gebruikt. Ze zijn natuurlijk eigenlijk voor in de kerstboom, maar je kunt ze ook leuk gebruiken als tag aan een cadeautje. Je kunt ze alteren, op een mixed media projectje gebruiken, op een kaart, nou ja, wat je wil. Super leuk zijn ze en ik vond deze wel grappig. En voor de rest ben ik alleen nog bij de Vivra geweest. Daar hadden ze niet zoveel. Alleen wat ik wel zag, en ze waren €1,49 per doosje, waren deze prachtige vilten blaadjes en pompoentjes. En mijn kerstpapier wat ik heb is niet zo veel echt in deze kleuren. Ik heb wel nog een blok met gebloemde papieren en dergelijke in deze kleuren. Maar ik vond ze zo mooi. Ik dacht, kan ze niet laten liggen. Kan ze altijd gaan gebruiken op een project. Desnoods volgend jaar. Dus ja, dat was eigenlijk het enige wat ik deze week kocht. De embossing folder die ik op Ali heb besteld, die al in Nederland is, die is misschien wel in Nederland, maar nog niet bij mij gearriveerd. Dus die kan ik nog niet laten zien. En voor de rest kan ik jullie één kaartje laten zien, want ik heb natuurlijk al een video gepost een paar dagen geleden. Ik weet niet of jullie hem al gezien hebben, maar daar heb ik een aantal kerstkaarten in laten zien die ik heb gemaakt met allemaal stansen die ik de afgelopen tijd had gekocht. Maar op Facebook zag ik een challenge bij Noor en Zo voor een kaart maken met het gebruik van deze stempelset. En omdat ik deze toevallig had, de kerstpost van Craftlab Studio Light, dacht ik, nou dan doe ik eens een keer mee. Dat vind ik wel een keer een leuke uitdaging. En dit was dus het kaartje wat ik ermee gemaakt heb. Er zaten verder helemaal geen restricties aan. Je moest gewoon de stempelset gebruiken. En wat ik heb gedaan is op de achtergrond, het achtergrondje helemaal gestempeld met het woordje kerstpost van die set. In allerlei verschillende kleurtjes. En natuurlijk gewoon een labeltje met kerstknuffels eraan. Dus zo had ik de stempelset toegepast. Dit basisje is een mini slimline, ook van Craftlab. En ik heb Buddy gebruikt in zijn handtasje. Ook al een wat oudere set van begin van het jaar.
En uiteindelijk heb ik nu de tas helemaal opgeblinkt, om het zo maar te zeggen, met deze plakpareltjes of plaksteentjes. Ik denk voor de kerst mag het wel wat extra. En ook extra is dit hendeltje van de tas die ik heb gemaakt van een kerstslingertje. Extra glitter en glamour voor de kerst, dat mag wel, dacht ik zo. Dus ja, uiteindelijk vind ik wel een grappig kaartje is geworden. Voor de rest, wat sterretjes uit mijn stash zijn gewoon sequin sterretjes die je krijgt of die je kan kopen als tafelversiering. En voor de basis van de kaart gebruikte ik een andere slimline mal uit mijn stash. Ik weet niet waar die van is. Ik heb zoveel verschillende slimline sets. Maar aan de bovenkant en aan de onderkant gebruikte ik een randmal van Spellbinders. Dat is een set met verschillende randen. Heb ik al heel lang, zo'n oude set. En ik heb aan de boven- en de onderkant dezelfde gebruikt om, ja, om het basiskaartje te maken. Uiteindelijk vond ik het wel een heel leuk effect geven. Waar ik wel op lette, want er zaten verschillende randen in, is dat ik wel een rand gebruikte zodat de kaart nog wel steeds kan blijven staan rechtop. En dat kan deze, dus ja, ik was wel tevreden met het resultaat. Dus dit is eigenlijk alles wat ik voor jullie heb deze week. Korte video over mijn doen. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Zo ja, geef me een duimpje omhoog. Zoals ik al zei, wil je nog meer kerstkaartinspiratie? Dan kun je een kijkje nemen bij mijn video van een paar dagen geleden. En mijn volgende video zal denk ik zijn mijn entry die ik heb gemaakt voor de Pink Christmas Shaker Swap waar ik in zit. En ik heb hem al klaar. En ja, ik moet hem natuurlijk nog even op de video zetten voordat ik hem verstuur. En ik denk wel dat ik jullie die ook dan gelijk laat zien hier op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.